De gemeenteraad. Waar gaat het eigenlijk over? 1 keer in de 4 jaar kiezen we een nieuwe gemeenteraad in Zoetermeer. Alle Zoetermeerders van 18 jaar en ouder mogen dan hun stem uitbrengen op de politieke partij van hun keuze. In dit filmpje volgen we 1 kiezer met zijn stem. Maak kennis met onze kiezer Jan. Dit is Jan. En dit is Stempie. Jan vindt het fijn in Zoetermeer. Jan wil dat hij uit kan gaan in Zoetermeer, dat hij gemakkelijk kan parkeren. Hij houdt van groen en hij wil dat zijn oma goed verzorgd wordt. Dus brengt hij zijn stem uit. En Jan kan wel wat hulp gebruiken. Dus daarom komt Stempie, die mafketel van daarnet, hem helpen. Hoi, ik ben Stempie. Wil je me knuffelen? Geen knuffel? Luister Jan, voor je stemt moet je wel weten wat je belangrijk vindt in Zoetermeer. En waar je voor of tegen bent. Je kiest tenslotte voor een partij die wil wat jij wilt. Dus niet prutsen, let's go for a walk. Jij gaat gewoon die stembus in. Nee. Ik ben er nog niet klaar voor. Tenminste, jij bent er nog niet klaar voor. Jawel, ik ben er wel klaar voor. Ik ga mijn stem uitbrengen. Jij gaat gewoon die stembus in. Wacht, nee. Ik moet nog wat zeggen. Goed, zeg het maar dan. Ik ben jouw stem. Kijk, als jij gaat praten, dan praat ik. Let maar op. Hoe bedoel je? Hé, doe niet zo raar, joh. Kom op, ophouden. Jij bent echt heel vervelend, weet je dat? Je bent niet de baas over mij. Niet kibbelen, jongens. De raad is de baas namens de inwoners van Zoetermeer. De raad heeft veel te zeggen in de stad. Over hoe de stad eruit ziet. Over de veiligheid op straat en nog veel meer. De raad bepaalt waar de gemeente geld aan uitgeeft in de stad. Daarvoor moeten wel keuzes worden gemaakt. Stempie laat Jan zien waar de gemeenteraad zoal beslissingen over neemt. Ik neem je mee door Zoetermeer heen. Ik neem je mee. Bijvoorbeeld over economie en ondernemers in de Dorpsstraat. De ene partij vindt ondernemers belangrijker en de andere partij kunst en cultuur. Hé, kijk, het theater. Het theater Jan, de fietspaden Jan, leerplicht Jan. Daar staat de raad voor. En wat dacht je van natuur, zorg, werk en cultuur? Leuk liedje, Stempie. Het is dus erg belangrijk om te weten waar welke partij voor staat. De ene partij vindt parkeren belangrijker, de andere weer sport. De gemeenteraad probeert Zoetermeer een aantrekkelijke, bloeiende stad te laten zijn waar mensen graag verblijven. De raad zorgt er ook voor dat je met zware boodschappen, koffers of als je in een scootmobiel zit, niet met de trap hoeft, maar met de lift kunt. Dit kan een speerpunt zijn van de partij. Wacht, nee! Terwijl natuur en milieu bijvoorbeeld een speerpunt kan zijn van een andere partij. Hé, man. Dus de raad is ook de baas van het park? Ja. De raad bepaalt ook dat de bomen en planten worden verzorgd. En dat het schoon en netjes is. Trouwens, wist je dat de raad er ook voor had kunnen zorgen dat er op deze plaats huizen of kantoren hadden gestaan? Stempie heeft laten zien waar de raad zoal over gaat. Nu weet Jan welke partij hij moet kiezen. Bedankt voor je advies, Stempie. Maar wat gebeurt er nu met de stem van Jan? Niet alleen Jan heeft gestemd, maar heel veel andere Zoetermeerders ook. Daaruit wordt de gemeenteraad gevormd. Elk raadslid staat dus voor een aantal stemmen en is lid van een politieke partij. Jouw stem wordt dus hier vertegenwoordigd. Hier zitten de leden van de raadsfracties. Daar zitten de wethouders en daar zit de burgemeester. Naast hem zit de griffier. Die ondersteunt samen met de griffie de raad. De raad houdt toezicht, is kaderstellend en controleert de burgemeester en de wethouders. Het college van burgemeester en wethouders maakt plannen en legt deze voor aan de raad. De raad is de eindbepaler binnen de gemeente en stemt over ieder voorstel. De meeste stemmen gelden. De raad is gekozen door de Zoetermeerders. Dus eigenlijk zijn zij de baas. De wethouders en de burgemeester voeren het werk samen uit met de ambtenaar. Maar wel binnen de afspraken die met de raad gemaakt zijn. De gemeenteraad gaat nu aan het werk. De stem van Jan heeft dus invloed. Jouw stem heeft dus invloed.
Ondertussen is Jan erg verdrietig, want hij mist zijn nieuwe vriendje. Dus gaat hij op zoek. Jan! Stimpie en Jan horen bij elkaar. En Jan hoeft niet meer verdrietig te zijn, want hij mag zijn stem altijd laten horen. Deze bank hebben de raadsleden zelf in elkaar gemozaïekt. Samen met de buurtbewoners. Zo willen ze laten zien dat ze graag met mensen in gesprek gaan. Raadsleden vergaderen heel veel. Maar ze gaan ook heel veel de stad in om met de mensen te praten. Ze willen graag weten wat mensen belangrijk vinden. Hey Jan, zullen we een keertje gaan mozaïeken? Nee man. Oké, misschien is het inderdaad een leuk idee. En dan vraag ik of de buren ook meedoen. Het is hartstikke leuk om met dit soort projecten mee te doen. Met je buren bijvoorbeeld. Laat net als Jan je stem horen. Niet alleen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, maar bijvoorbeeld ook bij vergaderingen. Daar kun je inspreken en je mening geven. Laat je stempie horen. Maandag Raadsdag. Voor meer informatie kijk op www.raadzoetermeer.nl en volg ons op Twitter, @raadzoetermeer. PS. Raadsleden bezoeken ook bedrijven en instellingen en zijn altijd aanwezig in Zoetermeer. Nodig ze anders eens uit.